Stadsbibliotheek Maastricht en het Tur Historisch Museum Maastricht vieren hun jubilea dit jaar. Stadsbibliotheek 350 jaar en het Natuurhistorisch Museum 100 jaar. Het bestaan van deze instellingen is te danken aan heel veel mensen. Klanten, donateurs, schrijvers, biologen en nog vele anderen. Met plezier stellen wij een aantal van deze mensen aan jullie voor. Vandaag zijn we bij Jacques Vriens in Gronsveld. Jacques is een van de bekendste kinderboekenauteurs in Nederland. Tevens was hij schoolmeester en weet hij hoe belangrijk lezen is voor de fantasie en taalontwikkeling van een kind. Vandaag vertelt hij ons hoe hij zelf vroeg in zijn jeugd ontdekte dat hij lezen erg leuk vond. Ja, ik was eigenlijk niet zo'n lezer en dat kwam bij mij thuis, werd eigenlijk nooit voorgelezen. Mijn ouders die hadden een hotel, dus die waren de hele dag druk. Dus ik ben, ja, de ontluikende geletterdheid, zoals dat zo mooi heet, daar was bij mij geen sprake van. Maar gelukkig, ik zat in Brabant op school bij de broeders van Maastricht. Die hadden overal in heel Nederland, werkten die op scholen. En ik had één broeder, die had ook een prachtige naam, broeder Angelino heette die. En die las ontzettend veel voor. Dat was, volgens mij had hij langzamerhand een hekel aan lesgeven, want hij las meer voor dat hij les gaf, in mijn herinnering natuurlijk. En hij las ook altijd voor uit Arendsoog. Dat was een serie boeken uit die tijd. Het ging over een kooiboy, zoals wij dat dan zeiden. Arendsoog, die had een goede vriend, een Indiaan Witte Veder. En dan ging hij voor die klas staan en dan pakte hij dat boek. En volgens mij kende hij dat zo wat uit zijn hoofd, al die Arendsoog boeken. En dan stond hij daar van, zo van, zie al iets, sprak Arendsoog. No, antwoordde Witte Veder. En daar stonden zij. De blank en de indiaan, gebroederlijk naast elkaar. Ik begin ongerust te worden, zei Arendsoog. Nou, en dan zaten we echt sidder in de bank, want dat was natuurlijk heel spannend. Nou, hier is Arendsoog in de knel. Dit heb ik gekregen op mijn 10e verjaardag van mijn vader. Staat ook in voor Jacques, J-A-C-K. Zo schreef je toen nog, Vriends, in Helmond. En toen zei op een zeker moment een vriendje tegen mij, maar je kan gewoon naar de bieb gaan en daar hebben ze die boeken ook. En toen ben ik, zei ik tegen mijn moeder, ik wil lid worden van de bieb. Nou, mijn moeder is helemaal verbaasd, maar goed, ik mocht lid worden van de bieb. En op een dag, dat was heel opmerkelijk, toen zei de juffrouw van de bieb tegen mij, want ik was langzamerhand een vaste klant geworden, jij zou dit boek eens moeten proberen. En dat was het boek De Kinderkaravaan van Anne Rutgers van der Loef. De Kinderkaravaan. Die heb ik op een zeker moment zelf aangeschaft, omdat ik het zo'n prachtig boek vond. Dat boek gaat over een familie in de 19e eeuw die van de oostkust naar de westkust trekken in Amerika. Dus die moeten inderdaad door valleien heen, langs beren, langs indianenstammen. En die publiek gaan daarheen om een beter leven te krijgen. En wat ik bijzonder vond van dat boek was echt een ontdekking. In dat boek kwamen echte mensen voor. Dus echte kinderen die verdrietig waren, die ruzie maakten, die gelukkig waren, die eenzaam waren. En dat vond ik fantastisch. En het bijzondere was, ik wilde toen al schrijver worden. En dat kwam in dat hotel van mijn ouders, hadden we een toneelzaal. En daar schreef ik toneelstukken voor, die wij met de kinderen uit de buurt opvoerden. Dus ik dacht altijd van, zoiets wil ik later ook gaan doen. En toen dacht ik ook, toen ik dat boek las, ja, zo zou ik willen schrijven later. Zo echt zou ik willen schrijven. Dus het was voor mij echt een openbaring. En daardoor ben ik ook heel veel andere boeken gaan lezen. Want ik wilde ineens boeken lezen met echte mensen erin. Oh, dit is ook wel een mooi voorbeeld. De Wind in de Wilgen. Dat kreeg ik op een zeker moment van een tante van mij. En ik begon het te lezen. En op een of andere manier vond ik het best heel moeilijk. Want het is best een heel literair taalgebruik. Maar het gekke was, dan legde ik het dus weg. Ik denk een jaar of 11, 12 was en dacht, En toch na een paar dagen dacht ik, ja, maar ik wil toch eigenlijk wel verder lezen hoe het verder gaat met Mol en met Rat en met meneer Pat. Dus ik heb het uiteindelijk wel echt uitgelezen, terwijl het best voor kinderen best een pittig boek is om zelf te lezen. Dus ook een van mijn favorieten. Nou ja, later op de middelbare school ga je natuurlijk lezen voor de lijst. Ik had gelukkig een paar hele inspirerende leraren in Nederlands die je echt stimuleerden. Heel belangrijk. En toen ik later zelf meester werd, ja, hebben kinderen altijd heel erg gestimuleerd om te lezen. Om naar de bieb te gaan. We hadden op school ook natuurlijk een prima schoolbibliotheek.
En ik zei altijd tegen ouders, kijk, weet je, lezen is zo belangrijk en dat kinderen regelmatig boeken lezen. En je hoeft niet alle boeken te kopen, het is natuurlijk fijn als je boeken koopt, maar er is een bibliotheek. Ga daarheen met je kind, want het is belangrijk voor de verbeelding, voor de fantasie, voor de taalontwikkeling. Dus ik denk dat lezen heel belangrijk is en ik denk dat de bibliotheek daarin een hele, hele belangrijke plaats inneemt. It must have been a